editie 49 van de Reuvensdagen, dit jaar in Apeldoorn. Op 21, 22 en 23 november aanstaande strijken meer dan 500 archeologen neer in Apeldoorn voor hun jaarlijkse congres, de zogenaamde Reuvensdagen. Dat is vernoemd naar Caspar Reuvens. Dat was de eerste professor in de archeologie ter wereld. En die was hoogleraar in Leiden. Dus het is een Nederlander die als eerste een professor was in de archeologie. Dus daar is dit Nationaal Archeologisch Congres naar genoemd. En dat moet je, dan gaan we 200 jaar terug ongeveer. Het is eigenlijk het landelijk vakcongres waarin alle disciplines in de archeologie samenkomen. En kennis met elkaar uitwisselen. Maar tegelijkertijd heeft het ook een hele grote reuniefunctie. Het is ook gewoon leuk om elkaar weer eventjes te zien buiten. Het werk, ja, het is natuurlijk ook wel werk, maar buiten het werk om, maar vooral ook ja, daarnaast heel erg op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Nou, meestal zijn er zo rond de 500 archeologen die komen. En dit jaar zijn we voor het eerste 10 jaar hebben we weer de 650 unieke bezoekers tijdens de Reuvensdagen. Dus Apeldoorn is the place to be voor archeologen. We kunnen natuurlijk als gemeente, als gaststad, kunnen we niet alleen maar een feestje met archeologen vieren. Het is dan meteen ook een mooie kans om de archeologie aan je eigen inwoners te laten zien. Nou, zo is er op zaterdag nog een excursieprogramma en zijn er workshops die op HAPS gevolgd kunnen worden. Nou, daar zijn de inschrijvingen al van vol en voor een deel mogen daar congresleden naartoe, maar voor een deel was het ook opengesteld voor de inwoners van Apeldoorn. En voor het eerst tijdens de Reuvensdagen, en dat is op vrijdagmiddag tussen 11:30 en 2:30, kan elke inwoner uit Apeldoorn of van de Veluwe zijn vondsten komen laten zien. En, want hoe vaak heb je nou de kans dat je zoveel archeologische specialisten bij elkaar hebt? Dus heb je ooit een keer dat je denkt, ik heb een vuurstenen bijl gevonden, of ik heb scherven gevonden, of ik heb, verzin het maar je denkt het is iets archeologisch. Kom op vrijdag tussen 11:30 en 2:30 naar Orpheus. De zijingang is het in dit geval. En vanuit de congresbalie word je dan naar ons geleid. En dan gaan wij kijken, is dit wat of is het niks? En als we denken, oh, dit is misschien wel iets bijzonders. Dan gaat de intercom aan. En dan gaan we Pietje Puk of wie dan ook omroepen. Oh, wij denken dat we hier een vuurstenen bijl hebben. Bijvoorbeeld deze. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Want ik weet een eerste screening kan ik wat doen, maar ik ben geen specialist op al dat materiaal. Nou, dit is voor het eerst dat dit aan de Reuvensdagen gekoppeld is. Dat hebben wij als gaststad bedacht. Van joh, dat lijkt ons nou heel erg leuk. Zoveel specialisten bij elkaar. Laten we dan ook een groot bodemfondsenspreekuur doen. En wij noemen het de gevonden voorwerpen van de Veluwe. Dus het is voor het eerst. En als het een beetje succes is, dus ik zou zeggen, kom allemaal. Dan is dat misschien een heel leuk vast programmaonderdeel. Want de Reuvensdagen is een soort reizend circus. Volgend jaar, eind november, zijn er weer Reuvensdagen. Maar dan weer ergens anders in Nederland. En hoe leuk zou het zijn als ze dat dan daar weer doen. En dat eigenlijk een ideetje uit Apeldoorn is. Nu heeft u een bijl in uw hand. Heeft u die bijl zelf gevonden? Nee, deze bijl die heeft zichzelf, die heb ik niet zelf gevonden. Daar is een particulier, dus een inwoner van Apeldoorn, mee bij mij op bezoek gekomen om te laten zien, kijk, is dit wat en wat vind je ervan? Dus dat is eigenlijk al een gevonden voorwerp van de Veluwe. En als je hem zo bekijkt en stel dat je hem nou zo vindt, dan denk je, nou ja, weet je, dat is gewoon een onogelijk stuk natuursteen. Maar bekijk je hem nou eventjes wat beter en goed en dan zie je, en je voelt het ook, dat hij hier glad gepolijst is. En aan deze kant is hij ook gepolijst. En als je hem dan zo van de zijkant bekijkt, dan zie je dat het ook echt naar een punt toe loopt. En dat is echt een bijl van 5000 jaar geleden. Gevonden tussen Beekbergen en Uggelen. Op de Kaaisdijk heeft gistermiddag een aanrijding plaatsgevonden rond 5 uur. Het ongeval gebeurde in de richting van de op- en afrit van de A1. Twee auto's kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing, waarna de Peugeot over de kop sloeg. De inzittenden van beide auto's zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Eén persoon raakte dusdanig gewond dat deze mee moest naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten fors beschadigd. Twee rijstroken waren tijdelijk afgesloten en beide auto's zijn door een bergingsbedrijf afgesleept. Morgen wordt een bewolkte, maar droge dag met zo nu en dan de zon en temperaturen van 6 graden. In de avond blijft het bewolkt, maar droog. Oostelijke wind 3 Beaufort.
Zaterdag begint bewolkt en in de loop van de middag breekt de zon door. De zondag wordt vrij zonnig en droog, met in de avond en nacht kans op regen.